Nu uw levensbagage aanvullen met politiek-bestuurlijke ervaring in de meest boeiende provincie van Nederland. Waar het licht nog brandt, om Guus Meeuwis aan te halen. Alle fracties in Provinciale Staten hebben het volste vertrouwen in u uitgesproken als onze nieuwe commissaris. Als onze nieuwe voorzitter. En als symbool hiervoor mag ik u als plaatsvervangend voorzitter van deze Staten de vergaderhamer overhandigen. In onze tijd, het is niet te geloven, zijn er mensen die de positie van de provincie ter discussie willen stellen. Er wordt openlijk gesproken over opheffen van provincies, afromen van hun vermogens, opdelen of samenvoegen. We hebben dus weer een Van der Donk nodig die de waarde van de provincies weet te schatten en te verdedigen. Welkom in Brabant, welkom in ons midden, Bos, en ga aan het werk. Dames en heren van de Staten, ik ben ervan overtuigd. Wij kunnen hier het verschil maken tussen een samenleving die zich koestert in angst en defensief gemopper en een die trots, open en hoopvol is. Dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen. Een ingewikkelde samenleving laat zich immers niet op een simpele manier besturen. Tegen de minister van Binnenlandse Zaken, tegen die mevrouw de Horstes, zou ik willen zeggen, als we de discussie over de toekomst van het openbaar bestuur dan toch in de wat sleetse termen van bestuurslagen moeten voeren, dan ben ik eens benieuwd wie er de tussenlaag wordt en wie er met Zwarte Piet blijft zitten. Ik sluit met enkele woorden van mijn directe voorgangster in dit mooie ambt. Beste Hanja, jij was het die me op de schouder stikte en zei, is dat niet wat voor jou? Ik had eigenlijk weinig meer nodig om de overstap te willen maken. Ik wens Peter en jou vanaf deze plaats veel geluk en plezier in de nu voorliggende jaren toe. Ik dank u voor uw aandacht. Ude, hè? Ja. Als jullie even geduld hebben. Wat hebben jullie erbij gepakt?